In deze video vertel ik je meer over verschillende ERP-systemen en geef ik je voorbeelden van ERP in verschillende sectoren. Hi, mijn naam is Chris, ERP-specialist van Exact. En in deze serie genaamd ERP-wegwijzer vertel ik je in meerdere afleveringen wat een ERP-systeem is, waar je op moet letten bij het kiezen van een ERP-systeem, hoe je een ERP gebruikt in verschillende sectoren. Laten we beginnen. In een andere video heb ik het al besproken. Er zijn veel verschillende ERP-systemen. Heb je die video gemist? Klik dan hierboven. Een ERP is geschikt voor kleine, middelgrote en grote bedrijven die behoefte hebben aan procesautomatisering en digitalisering. Een ERP hoeft helemaal niet complex of duur te zijn. Laten we er wat dieper op ingaan. In dit hoofdstuk ga ik voorbeelden met je delen van hoe je een ERP kunt gebruiken in verschillende sectoren. Per type bedrijf en sector licht ik uit hoe ERP helpt bij optimalisatie van verschillende bedrijfsprocessen. Laten we bijvoorbeeld een bouwbedrijf nemen. Met ERP-software in de bouw digitaliseer en integreer je aan de ene kant het kantoor en aan de andere kant de bouwplaats. En laat je die data voor je bouwbedrijf werken. Het resultaat? Hogere marges door minder kans op fouten en zorgvuldige urenregistratie. Met ERP-software voor de bouw kijkt iedereen. Overal in real-time naar dezelfde projectgegevens. Zo weet je precies wanneer een mijlpaal op de bouwplaats is behaald. En heb je inzicht in de urenregistratie en materiaalkosten. Met een ERP creëer je als het ware een digitale planning. Met deze digitale planning heb je direct inzicht in de projecten en stuur je opdrachten naar de smartphone of tablet van je werknemer. Super handig dus. Dan een ander voorbeeld: een productiebedrijf in de maakindustrie. Met ERP-software voor de productiesector maak je gebruik van één oplossing voor productieprocessen: order, voorraad en relatiebeheer, maar ook je boekhouding. Zo kun je materiaalplanning effectief inzetten en voorraadniveaus optimaliseren. Met al deze inzichten kun je veel beter inspelen op je klantwensen. En laat dat nou net een van de grootste uitdagingen zijn in de productiebranche. Als laatste wil ik het graag hebben over ERP-software in de handelsbranche. Denk bijvoorbeeld aan een groothandelsbedrijf, waar optimaal voorraadbeheer natuurlijk ontzettend belangrijk is. In het volgende hoofdstuk ga ik hier graag dieper op in en wil ik je alles vertellen over voorraadbeheer. Want voor goed voorraadbeheer is ERP simpelweg onmisbaar. Voorraadbeheer is een van de meest essentiële onderdelen van een ERP-systeem. ERP-systemen worden dan ook vaak om die reden aangeschaft. Vanwege de talloze functionaliteiten rondom verkoop, orders en voorraden. Zo ook in de handel. Denk bijvoorbeeld aan een groothandel in kantoorartikelen. Om een groothandel succesvol te runnen, moeten gezonde marges en grip op de logistieke processen hoog op de prioriteitenlijst staan. Je wilt scherp kunnen in- en verkopen en online inzicht hebben in je voorraadbeheer. Hier een aantal voorbeelden hoe ERP kan helpen. ERP met voorraadbeheer maakt ordermanagement eenvoudig. Dat scheelt veel tijd als je btw-aangifte moet doen. Kortingen en prijslijsten worden gemakkelijk beheerd zonder dat je in een weerwar van regeltjes en lijstjes vervalt. Zo krijg je klanten altijd de juiste prijzen te zien. Online verkoop zonder handmatige handelingen. Je kunt eenvoudig online aan je zakelijke of particuliere klanten verkopen. Zonder handmatige handelingen van het uitzoeken en bijhouden van overzichten en van je voorraden. Door een webshop aan je ERP te koppelen, heb je altijd de juiste voorraadinformatie online staan. En dat resulteert erin dat je sneller kunt leveren, dat je geen nee hoeft te verkopen, bijbestellen en het bijhouden van eventuele naleveringen. Dat gebeurt ook allemaal via het ERP. Orders die binnenkomen vanuit verkopers die op pad zijn, je webshop of je portal. Komt allemaal automatisch in het systeem. Ik zal je laten zien hoe dat werkt in Exact. Je kunt namelijk direct filteren op een verkoopkanaal. En zo zie je in één oogopslag heel makkelijk of iets leverbaar is of niet. Ik selecteer hier bijvoorbeeld het verkoopkanaal Webshop. En dan zien we precies alle bestellingen die in de webshop geplaatst zijn. Ik kan ze nu allemaal in één keer selecteren. En vervolgens, door op vrijgeven te klikken, geef ik hem vrij naar de pickers. Als je dan met een app of een WMS werkt, komt hij meteen binnen op je scanner. Dus je opent de app en je ziet meteen eigenlijk: Hé, hey, er zijn nieuwe orders binnengekomen en ik kan aan de slag gaan om uit te leveren. Zo bespaar je tijd en is je voorraad ook altijd actueel. Inzicht in voorraden en optimale voorraadniveaus. Met ERP voor de groothandel kun je gemakkelijk je voorraad inventariseren of gemakkelijk je orders pikken met bijvoorbeeld een app of een WMS. Op die manier sta je nooit voor verrassingen en heb je continu inzicht in wat er nog op de plank ligt. Dat is super handig. Maar ook Material Requirements Planning, MRP. Eigenlijk simpel gezegd je materiaalplanning. Dat zorgt ervoor dat je optimaal inzicht hebt in de voorraad en dat je je voorraadniveaus optimaal houdt. Een MRP helpt je als het ware met het plannen en het plaatsen van bestellingen, zodat je nooit zonder voorraad komt te zitten en dat je niet te veel hebt. Heb altijd zicht in wie wat waar koopt. Als laatste krijg je met ERP-software namelijk een volledig overzicht van wie je klanten zijn, maar ook wat je klanten bestellen en via welk verkoopkanaal ze dat doen. Op die manier heb je alle tools in handen om je omnichannel strategie succesvol te maken. Inclusief artikelbestanden, verkoopkansen en afspraken. Maar je ziet ook gemakkelijk wat een klant afneemt. En zo kijkt iedereen in je bedrijf naar dezelfde up-to-date informatie. En ook heb je natuurlijk de mogelijkheid om deze informatie allemaal automatisch door te zetten naar al je kanalen. Je kan een ERP namelijk koppelen aan je webshopoplossing, maar ook een PIM-systeem, een marktplaats- of kassa-software en natuurlijk andere bedrijfssoftware. op die manier kun je artikelbestanden, prijslijsten en voorraadinformatie allemaal automatisch uitwisselen. Naar je webshop. Laten we iets meer in detail kijken naar de implementatie van een ERP systeem. Zoals ik in de vorige video over ERP systemen al heb verteld, is de implementatie één van de belangrijkste elementen waar je op moet letten bij de aanschaf van een ERP. Je wil natuurlijk dat de software eenvoudig te implementeren is en dat die gebruiksvriendelijk is. Maar hoe wordt zo'n systeem dan geïmplementeerd? Ik ga je een voorbeeld geven van hoe dit werkt bij Exact. Bij Exact worden ERP-systemen namelijk meestal geïmplementeerd in fases. Breng eerst je eisen en wensen in kaart. En vervolgens beginnen we met het opzetten van de boekhouding. Vervolgd door bijvoorbeeld de implementatie van de in- en verkoopprocessen. De implementatie wordt gedaan met aandacht voor je bestaande bedrijfsprocessen. En wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde consultant. Ons implementatieteam werkt altijd nauw samen met de klant om natuurlijk een naadloze overgang te verzekeren. En tijdens de implementatiefase houdt exact altijd rekening met de flexibiliteit en schaalbaarheid van de klant. Want wij weten als geen ander dat de processen veranderen zodra bedrijven gaan groeien. Onze ERP-software groeit met jou mee. En groeit mee met de behoeften van je bedrijf. Je kan het altijd uitbreiden aan de hand van modules of eventueel aan de hand van maatwerk. De opties zijn enorm. En naast de implementatie is training en ondersteuning natuurlijk ook enorm belangrijk. Vanuit Exact zorgen we voor training en ondersteuning. Zodat je gemakkelijk vertrouwd raakt met het nieuwe systeem. Zo hebben we verschillende cursussen beschikbaar. En heb je natuurlijk altijd recht op support als je er even niet uitkomt. Hopelijk heb je goed opgelet. Maar misschien ging het een beetje snel. Voor het gemak heb ik nog even alle voordelen van ERP op een rijtje gezet. Zoals je inmiddels weet, biedt ERP-software een alles-in-een-oplossing die bedrijfsprocessen naadloos integreert. Van financiën tot voorraadbeheer, van verkoop tot HR. En dit centraliseert informatie en bevordert de samenwerking tussen afdelingen. Door herhalende taken te automatiseren verhoog je de efficiëntie in je organisatie. En je houdt tijd over voor leuke dingen, bijvoorbeeld voor ondernemen. De efficiëntieverbeteringen leiden uiteindelijk tot kostenbesparingen. Dat is geld wat je beter kunt besteden aan zaken zoals online marketing. Daarnaast zorgt een ERP-systeem voor real-time inzicht in de bedrijfsgegevens. Op die manier weet je altijd hoe je bedrijf ervoor staat, maar ook wat je je klant kunt beloven als het gaat om verkoop van producten. Met volledig inzicht in je data maak je wel overwogen beslissingen. Het systeem is schaalbaar en aanpasbaar, waardoor je het altijd met je mee kan laten groeien. En bovendien optimaliseert ERP-software de klantenservice en klantervaring door het centraal beheer van klantgegevens. Deze voordelen maken ERP-software essentieel voor bedrijven die streven naar efficiëntie, kostenbesparing, klanttevredenheid en schaalbaarheid in de bedrijfsvoering. Hopelijk ben jij na het kijken van deze video wat wijzer geworden door de verschillende ERP voorbeelden. Mocht je na het zien van deze video toch nog vragen hebben, bekijk dan vooral de informatiepagina op onze website. Heb jij een andere vraag rondom ERP? Laat het ons dan gewoon weten in de comments. En vergeet je daarnaast niet te abonneren op ons YouTube-kanaal, om geen enkele aflevering uit de serie te missen. Bedankt voor het kijken en ik hoop je snel weer te zien.